Aanstaande zondag 12 mei is het weer Moederdag. Ik sta hier in winkelcentrum Schuitgraaf in Albert Heijn Driessen met een prachtige bloemenmuur achter me. Wij gaan de mensen vragen of ze hun moeder misschien nog iets leuks te vertellen hebben. Kijken jullie mee? Wat zou u haar willen vertellen? Ja, wat wil ik haar vertellen? Dat ik heel veel van haar hou en dat ze de beste moeder is van heel de wereld natuurlijk. En waarom is juist uw moeder de beste? Omdat ze de allerliefste is. Dat ik heel veel van haar hou en dat ze nog vele jaren mee moet gaan. Wanneer is Moederdag eigenlijk? Aanstaande zondag. Oh, aanstaande zondag. Ja, ik koop ook een bloemetje voor je. Op de koffie, hè? Toch? Dat is altijd leuk, ja. Op de koffie. Ja, het wordt ook wel heel commercieel afgelegd, hè? Want eigenlijk is iedere dag Moederdag. Doet u ook iets aan Moederdag? Ja, altijd een bloemetje, hè? Of lekker moeders even meenemen, ergens verwennen. Nou, mijn moeder woont op Aruba, maar ik wil alsnog zeggen dat ik heel veel van jou. Lieve mama, ik hou van je en ik ben trots op je wat je allemaal doet voor jezelf. En wat doet ze dan allemaal voor zichzelf? Nou ja, ze is net in een verhuisperiode en ja, dat is na een lange moeilijke tijd echt een grote stap. Dus daarom ben ik heel trots op haar. Ja, ik ben dankbaar voor alles wat ze mij heeft geleerd tot vandaag. Wat heeft ze u dan geleerd? Hoe ik sterk op mijn voeten moet staan, hoe ik mezelf moet zijn. Dat ik eerlijk moet zijn, altijd respectvol tegen iedereen. Ja, ik ben haar dankbaar voor alles wat ze me heeft geleerd. Hallo moeders, bedankt voor alle steun altijd. En ik zeg het misschien niet al te vaak, maar ik waardeer je wel heel erg. Mam, bedankt voor alles en alle steun die je me de afgelopen jaren gegeven hebt. En daarbij wil ik ook nog Anja bedanken. Dat is mijn tante. Die kookt altijd voor ons, elke dag opnieuw. En dat waardeer ik zeker. Ik mag altijd bij haar langskomen en... Beide dames bedankt voor alles. Nou, dat ik heel veel van mijn moeder houd. Hoe heet ze? Mijn moeder heet Linda. Linda? Ja, die is toevallig hier samen met mij. Oh, die is winkelen. Ook? Ja, tuurlijk. Jullie zijn samen aan het winkelen, staat ze daar? Ja. Oh. Dan moet ze even de oren dicht doen, want het is nog geen moederdag. Het is zondag pas. Nee, zonde, hè. Gaat u nog een cadeautje voor haar kopen? Tuurlijk. Heeft u oren dicht, moeder? En wat dan? Oh, dat hou ik verrassing, toch? Ja. Ik wens ze het allerbeste voor de Moederdag, ook in de hemel en zo. Nou, dat is heel mooi. Ja, toch? Wat, doet u nog wel iets aan Moederdag? Nou, niet veel. Nee, mijn moeder bestaat er niet meer, maar misschien mijn schoonmoeder wel. Doet u überhaupt dan nog wat aan Moederdag? Nee, mijn moeder is ook overleden. Ja, maar het is best wel een commercieel iets, hè? Overal staan de etalages vol. Ja. Wat vindt u daar dan van? Daar ga ik aan voorbij. Nou, Karin, mijn bonusmoeder, ik wens je ook een hele fijne moederdag. En ik hou natuurlijk ontzettend veel van je. Je staat altijd voor me klaar. En ik zal even een liedje zingen. Mama, jij bent de liefste van de hele wereld. Wat wil je zeggen tegen Hanneke? Wat moet ik zeggen tegen mijn moeder? Dat ik er gewoon dankbaar ben dat ze en vader en moeder in één is geweest, altijd. En mooi. Dat ik altijd bij haar terecht kan. En dat we geen makkelijke tijd hebben gehad, maar dat we er altijd voor elkaar zijn. En dat ik inderdaad ontzettend veel van haar hou. Mam, love you. Dat vind je moederdag. Dank u wel hoor.